aflevering. Salma, ik kom Sharifa, van harte welkom bij de eerste online aflevering die wij opnemen voor de High Frequency podcast. Het is, Dankjewel. Het is leuk om je hier te spreken. We hebben elkaar al een tijdje gesproken en het is elke keer er maar niet van gekomen. En nu op vakantie kom naar Marokko, dan ben ik er weer niet. Dus ik dacht van, dan doen we het maar online. En ergens in de toekomst ben je altijd van harte welkom. Dankjewel. Sharifa, ik denk misschien voor de kijkers even leuk dat je een kleine introductie doet van wie jij bent. En dan denk ik dat we vanaf daar gaan aftrappen, inshallah. Ja, goed. Ik heet Sharifa Zemouri, ik ben 37, kom uit Amsterdam. Mijn ouders komen uit de regio Shewen, uit een dorpje dat Beni Ahmed heet. Dus ik identificeer mezelf ook als Jiblia. Ik ben gezondheidswetenschapper. Ik ben gepromoveerd op infectieziektebestrijding van bioaerosolen. En sinds 2022 werk ik als zelfstandige wetenschapper. En hou ik me bezig met onderwerpen zoals infectieziektebestrijding, gezondheidsverschillen, maar ook richtlijnontwikkeling en methodologie. En heb ik een bepaalde mening over bepaalde dingen. Dus in Nederland doe ik ook best wel vaak mediaoptredens. Wat ik heel erg leuk vind, ook met als doel en missie om heel veel misconcepties, niet alleen over infectieziekten, maar ook bijvoorbeeld over gedragingen en gezondheid en percepties, bijvoorbeeld onder de Marokkaanse gemeenschap of de islamitische gemeenschap. Ja, en over wat voor infecties hebben we het dan over? Kun je daar misschien wat dieper op ingaan? Ik heb dus een achtergrond in infectieziektebestrijding. En ik ben gepromoveerd op bioaerosolen. En bioaerosolen zijn partikelen in de lucht als een soort van wolkjes, waar allerlei micro-organismen in kunnen zitten. Dus denk bijvoorbeeld als jij niest, dan komt er zo'n wolk uit je neus en uit je mond. En daarin zitten, daar zit speeksel in, daar zitten eiwitten in. Kunnen mogelijk ook schimmelonderdelen in zitten, bacteriën en virussen. En dus daar ben ik op gepromoveerd. Dus ik heb ook echt een proefschrift geschreven, 4 jaar onderzoek gedaan naar wat zijn bioaerosolen. Ik deed het dan wel in de tandartspraktijk, omdat de tandarts de meeste bioaerosolen produceert. Misschien is iedereen wel eens bij de tandarts geweest, dat als de tandarts wat tandsteen of de mondhygiënist wat tandsteen weghaalt, dat je hele gezicht helemaal onder je eigen speeksel zit en het water. Ja, ja. En daar zit dus een infectierisico-overdracht. En ik was op een perfect moment gepromoveerd, in juni 2020, dus midden de tweede golf, net na de eerste golf van de COVID-19-pandemie. En COVID-19 is ook een airborne disease. En toen kwam alles een soort van samen. En toen werd mijn onderwerp opeens heel relevant. Voorheen was iedereen echt van, bioaerosolen, wat zijn dat? En hoezo is dat relevant? En opeens werd het wel heel relevant toen met de pandemie. Dus dat is één onderdeel. Het tweede onderdeel waar ik ook veel op, tweede infectieziekte waar ik heel veel op heb gewerkt, zijn SOAS en HIV. Dus meer gerelateerd aan seksuele gedragingen, risico's en preventie en alles eigenlijk gerelateerd. En SOA en SOA-bestrijding. Oké. Okay. Ja, dat zijn nog eens wat ingewikkelde. Eentje is wat minder controversieel. Het heeft meer met lucht te maken. En luchtwegeninfectie, dat vind ik heel leuk. En het andere heeft ook meer een gedragscomponent gedeelte. Want het gaat over seksuele relaties. En nu werk ik ook, sinds kort ben ik me ook meer aan het verdiepen in het onderwerp zoonoses. Dat zijn infectieziektes die van dier op mens worden overgedragen. Want ik heb een opdracht lopen bij de Wereldgezondheidsorganisatie en we werken samen aan het ontwikkelen van een richtlijn voor het voorkomen van ziekteoverdracht op dierenmarkten. Dus denk maar aan een markt waar je naartoe gaat en je kippen koopt. Maar al die kippen die zitten op elkaar op een stalling. En dat brengt heel veel infectierisico met zich mee. Zowel van het dier op dier, dus een kip bijvoorbeeld die ontlast zich overal, die poept overal. En in die poep zitten dus dan virussen. En als daar dan weer andere gevogelte zijn, denk bijvoorbeeld aan een kalkoen of een eend, en ze komen daarmee in contact, dan kunnen ze dan virussen overspringen van dier op dier.
En dan vervolgens ook dan weer van gevogelte op zoogdier en van zoogdier dan op mens. Dus recent ben ik eigenlijk meer alleen maar met dat bezig. Oké. Maar om even terug te gaan dan naar het stukje wat je zei van op een gegeven moment, ja, je had het dan over in 2020, ja, kwam de COVID-19. En misschien kunnen we daar even wat dieper op ingaan. Hoe heb jij het, hoe was het vanuit jouw belevenis? Ik vond het een hele leuke tijd. Klinkt heel leuke cru. Tijd? Oké. Okay. Klinkt heel cru. Ik heb tijd voor mijn leven gehad. Want ik zat, aan het begin van de pandemie zat ik in Qatar. Ik was toen visiting lecturer aan Qatar University, aan de faculteit tandheelkunde en geneeskunde. Dus toen de pandemie uitbrak, zat ik daar en had ik een hele andere belevenis natuurlijk. Hoe dat ging in Doha. Dus in Doha, gewoon Qatar breed, waren ze best wel streng en iedereen volgde heel netjes ook de regels op. Maar niet zo streng tot het geval dat je dan niet naar buiten mag gaan. Dus ik zet ook echt bijna elke dag 20.000 stappen, omdat er anders niks te doen was voor mij. Ja, ja. En ik volgde natuurlijk dan ook het nieuws in Nederland. Dus de persconferenties en de debatten. En omdat ik dus al 4 jaar lang knees deep in infectieziekte, infection control zat en bioaerosolen. En dan keek ik naar hoe de Qataris het deden. Meer vanuit ratio, vanuit preventie, vanuit geen paniek, maar mensen informeren, zich laten informeren door wetenschappers. En in Nederland was het heel veel paniek en heel veel onderbuik en heel veel gevoel en emotie. Dus voor mij die shift toen ik ook terugkwam uit Qatar in Nederland, ik was een beetje in shock, want als academica ben ik gewend om vanuit ratio te dingen te benaderen en te beargumenteren en dat alles dus onderbouwd moet zijn. Of dat je dat dan probeert te onderbouwen. Of ook als je dan geen evidentie hebt over een bepaalde nieuwe infectieziekte. COVID-19 was dan een nieuwe infectieziekte, het SARS-CoV-2. Maar we hadden al heel veel kennis over SARS-CoV-1. En we hebben ook al heel veel kennis over MERS-CoV. MERS-CoV staat voor Middle East Respiratory Syndrome. Dat is het broertje van COVID, dat dan via kamelen op mensen gaat en voornamelijk voorkomt bijvoorbeeld in Saudi-Arabië. Mm. Omdat mensen daar toch veel meer contact hebben met kamelen. En ik was van, ja, maar ook al hebben we niet heel veel kennis over dit specifiek pathogeen, we hebben wel heel veel kennis over andere pathogenen. En daarvanuit kan je dus dan extrapoleren. En ik denk dus dan steeds vanuit het framework van infection control. En het framework van infection control is, je hebt transmissieketen en die keten die moet je verbreken. En we weten al hoe je alle transmissieketens kan verbreken. Wat doe je als iemand al ziek is? Wat doe je, welke maatregelen moet je nemen? Dus iedereen was helemaal gek bezig met alles desinfecteren en handen wassen en dat soort dingen. Handen wassen moet je sowieso doen, altijd. Maar dat ik ook gewoon mensen zag dat ze hun boodschap gingen afnemen met alcoholdoekjes. En ik kijk ze aan en ik zo van, wat doe je? Het is een luchtoverdraagbare aandoening. Dus je hoeft echt niet spastisch al je groenten en fruit en al je boodschap en alles constant te moeten afnemen. Maar dat kwam er niet echt in. En ja, dus dat botste wel eens. En toen gebeurde er iets leuks, namelijk Ferit Azarkan van Denk, die had mij toen gevonden. Ja. En die zei, hey, lijkt het je wat om ons te adviseren in de Tweede Kamer? Van hoe we dit moeten aanpakken. Jij bent wetenschapper, gepromoveerd op dit gebied. Ondersteun ons, vertel ons. En toen begon voor mij een nieuw avontuur, want opeens moest ik wetenschap met politiek en politiek Nederland, waar ik eigenlijk heel weinig mee had, moest ik dus op een gegeven moment zien te combineren. En dat was heel leuk. Ik heb toen heel veel geleerd, heel veel gedaan. En daarom kijk ik dus terug op die periode, op de COVID-periode, als een hele mooie periode. Oké. Maar hoe adviseerde je dan de Tweede Kamer? Hoe ging dat dan ter werking? Was dat zo als zelfstandig al? Of bedoel je, was het als een... Want er waren dus ook andere partijen, toch? Die bijvoorbeeld, ja, nou, ik werkte alleen voor Denk, dus ik was... jij was alleen voor de Denkpartij. Oké. Ik was toen alleen voor Denk.
En dus ik werkte voor Ferried en voor Tunahan Kuzu. Oké. Dus wat ik dan deed was, ik volgde dan ook alle debatten, ik las alle brieven aan de Kamer, de plannen die werden voorgelegd, de moties. En ik ging dus dan alles dan bekijken en analyseren en benaderen. En dan vervolgens gaf ik dan mijn advies, bijvoorbeeld advies over toen met de avondklok bijvoorbeeld. Ja. Toen ze dus dan die wet gingen invoeren, die maatregel van de avondklok. Nou, dan is de vraag, zijn we voor of tegen een avondklok? Nou, en dan vroeg Ferrit aan mij, hoe moeten we stemmen? Nou, en dan gaf ik dus dan advies, niet alleen maar hoe ze moesten stemmen. Mijn stemadvies was toen, je moet tegen de avondklok stemmen, maar ook altijd de onderbouwing. Waarom moet je tegen de avondklok stemmen? Omdat een avondklok heeft geen effect. Want mensen, wat je dan krijgt is, mensen zijn dan buiten en in dat laatste uurtje voordat de avondklok ingaat, holt iedereen overal naartoe. Zo zijn wij mensen. Wij mensen zijn meer van de last minute dingen. Holt iedereen nog even snel naar de supermarkt of nog even voor de mensen die toch op locatie moesten werken. Denk aan de schoonmakers, denk aan de verpleegkundigen, denk aan de straatmakers. Mensen die dus niet thuis kunnen werken, die dan toch nog even in het openbaar vervoer moesten en dan naar huis. En dan krijg je dus piekuren. En dan krijg je piekuren aan heel veel mensencontact. En omdat COVID-19 ook een clustergedreven infectieziekte is, dus het verspreidt zich het best als mensen op elkaar clusteren. En vervolgens dan weinig contact, weinig contact, weinig contact. Piekuur, cluster. Hier ontstaat de besmettingen. En then you shut it down. Dat werkt dus niet. Want je wilt dus dat je mensen verspreidt over de dag. En zo ging dat werk dan, waardoor dan de Kamerleden dat mee konden nemen in de spreektekst. Of in de verantwoording. Ik hielp toen ook met het bereiden van interrupties, het opstellen van kamervragen, van moties. En dat was heel leuk. Ja, en dat was dus een hele nieuwe ervaring voor jou op dat moment. Ja. Maar hoe kijk je er nu zo buitenom van naar de situatie zelf? Want ik kan begrijpen natuurlijk dat het een leuke ervaring is. Ik bedoel, je bent toen een beetje eigenlijk ook het politieke pad opgegaan. En als je daar als adviseur kan intreden, kan ik begrijpen dat het spannend is. Maar hoe kijk je bijvoorbeeld echt naar de situatie zelf? Want kijk, we kunnen natuurlijk, er komt nu ook een heleboel naar buiten. Was toen ook al, maar nu veel extremer. Ik bedoel, velen hebben allerlei verschillende meningen, dat het allemaal dus één grote hoax was en zulke zaken. Hoe kijk jij daarin? Hoe sta jij daar eigenlijk in? Ja, voor de mensen die geloven dat het een hoax is en dat het allemaal in scène is gezet, die moet ik teleurstellen. Dat is niet zo. In de menselijke geschiedenis hebben we meerdere malen megapandemieën gehad. Een van de dodelijkste pandemieën die we ooit hebben gehad in de moderne geschiedenis was de Spaanse griep in begin 1900. Ja, er waren miljoenen of zo toen overleden of zo, toch? Ja. Was dat een hoax? Nee, maar buitenom misschien een hoax is dan het extreem. Dat zou misschien dan nog een beetje te extreem zijn. Maar stel voor dat we zouden zeggen dat het misschien te groot is gemaakt dan dat het eigenlijk was. Ja, Dat is want ook wat een je krijgt betere. is paniek. Dus Ja. wat je krijgt is, er ontstaat een uitbraak. Het virus zelf, SARS-CoV-2, is extreem gepolitiseerd. Dat was toen ook met de HIV-pandemie gebeurd. Wat was dat in de jaren 70? Dus een virus krijgt op een gegeven moment een politieke rol. Het wordt gepolitiseerd. En politici, want zij zijn degene die toch het beleid maken, die bepalen de hoe en wat, waar gaat de financiering heen, wat laten we wel en wat laten we niet toe en welke maatregelen nemen we. En daardoor werd alles buitenproportioneel. Vergeet ook niet dat we in Nederland, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, was toch wel een beetje verkiezingsperiode. Dus 2021 kwam eraan, toen waren de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en in 2022. Er waren heel veel verkiezingen wereldwijd. Dus de zittende macht, die heeft dan natuurlijk een doel. En dat is, ik wil mijn zetels behouden en anders dus meer zetels genereren. En heel veel mensen die dachten meer aan van, hoe kan ik dit toch nog onder controle houden? Maar tegelijkertijd er ook voor zorgen dat het voor mijn politiek gewin is. Dus je merkte ook dat
mensen dus dan een politieke mening of standpunt of ideologie linkten dan aan de infectieziekte. En dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt in de mensheid. Dit gebeurt sinds de mens eigenlijk bestaat. En daardoor kwam er dus heel veel paniek. En vanuit paniek ga je dan emotioneel reageren. Dus wat ik zag in politiek Nederland was heel veel emotionele reactie. Dus gewoon het snel moeten reageren of gewoon grijpen wat je grijpen kan. En daarom had je toen ook die affaire met Siewert van der Linden, met al die maskers die op een gegeven moment helemaal prut waren. En Siewert van der Linden die op een gegeven moment ging parasiteren op zo'n pandemie. Want dan krijg je dus ruimte voor opportunisten. En ja, die maken het een beetje kapot voor iedereen. En wat we ook zagen toen, toen de vaccins beschikbaar werden, is dat je dus vaccinatiekapitalisme kreeg. Dus alle rijke landen, die kochten dus allerlei badges op. Het was zelfs zo erg dat er een badge klaar stond voor Botswana. Want Botswana die wou die kopen. En het was dus het BioNTech-vaccin. Als ik het goed heb, hè. Als mijn gedachten mij niet in de steek hebben gelaten. Maar werd die badge dus opgekocht door de Zionistische entiteit. Omdat zij dus meer geld hadden aangeboden. En dan wordt dat gewoon meegenomen, want het gaat naar de hoogste bieder. En dan zag je dat landen als bijvoorbeeld Canada of Nederland of de UK, die hadden veel meer vaccins dan dat ze aan bevolking hadden. Terwijl in de rest van de wereld werd gewoon, ja, die hadden toen geen toegang. En dan zie je toch wel weer het verschil in, ja, hoe giftig eigenlijk kapitalisme kan zijn. Hoe giftig ook het globale noorden kan zijn. En het globale zuiden, het mondiale zuiden dan toch weer in de achterstand terechtkomt. En omdat er heel veel fouten zijn gemaakt, vooral vanuit paniek, vanuit emotie. En alles wat daar dus als kritiek op kwam, als reactie, werd dus dan heel hard weggezet. Maar dan moet ik wel zeggen, kritiek is altijd een legitiem standpunt wat je inbrengt als een feedbackpunt en wat je vervolgens ook kan onderbouwen. Dus gewoon tegen iets zijn of niet eens zijn zonder enige onderbouwing is geen kritiek. Dat is gewoon tegen schenen trappen omdat je tegen schenen trapt. Dus daarin moet ik ook wel, vind ik het ook wel belangrijk om aan te geven dat, dat als iemand ergens tegen is, dat het niet per se kritiek is. Want je moet je kritiek altijd een kritisch punt moet je altijd kunnen onderbouwen. Ja. En dit gaat nog een keer gebeuren. Dit gaat nog een keer gebeuren. Precies dezelfde reactie. Precies weer infectieziektes politiseren. De sterkste schouders. Degene met het meeste geld. Die neemt alles. Ja, ik wil even teruggaan naar dat stukje dat je zei. Dan inderdaad van er was eigenlijk veel paniek inderdaad. En het is ook zo'n beetje wat we dan zagen. Ja, media had het dan ook wel echt goed opgepakt. En die zijn er ook 24-7 mee bezig geweest. Dat hebben we toen ook wel destijds echt kunnen zien. Maar is dat dan niet zo? Want kijk, als je dan een beetje naar de logica denkt, dan denk je inderdaad van oké, er is een virus. Maar als je gaat kijken, ja, ik bedoel, in elke seizoen heb je allerlei infecties die vrij elk jaar terugkomen. En, zoals de griep en zo, zoals we die ook kennen. Ja, correct. En dan is het zo de vraag, want kijk, ik bedoel, hoe kan je zo'n infectie een virus eigenlijk het beste bestrijden? Is door eigenlijk gewoon een hele goede immuunsysteem te hebben. Dus dat betekent dat je gewoon gezond moet leven, et cetera, noem het maar op. Ja. Dus en ik weet van, er waren natuurlijk heel veel onderzoeken die dan aangeven van ja, kijk, als je juist in angst leeft, dan wordt het veroorzaakt dat dan eigenlijk dat je dus meer stress aanmaakt en dat je dus angstig wordt en zo verzwak je dus eigenlijk ook je immuunsysteem. Ja, dus daar hebben dus eigenlijk veel mensen ook dus echt twijfels over gehad van hoezo wordt het dan, hoezo raken mensen dan in paniek of is dat dan niet bewust gedaan? Omdat dan eigenlijk dan de immuunsysteem eigenlijk te verstoren. En waardoor je dus dan eigenlijk veel gevoeliger bent voor zulke, vooral dan in dit geval dan COVID-19. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw mening hierover? Ja. Dit hadden we toen ook in de fractie van Denk in 2020 ook al besproken. Toen Ferit en toen Han vroegen van, oké, hoe gaat dit verlopen? Toen zei ik van, nou ja.
Kijk gewoon naar de Spaanse griep, want de geschiedenis die herhaalt zichzelf. Wat gebeurde er met de Spaanse griep? Er was dus een nieuwe influenza-virus, waar de bevolking nog geen immuniteit voor had. Want virussen, die hebben net als bacterie en parasieten, zoals malaria, een van de redenen waarom we malaria nog steeds niet hebben uitgeroeid, is dat ze zo slim zijn, dat ze constant zichzelf kunnen aanpassen aan hun omgeving. Dus ze kunnen steeds die eiwitten aanpassen. En dan ziet het virus of de bacterie of de parasiet, die ziet er dan vervolgens anders uit. Net zoals bij de Spaanse griep en COVID, die volgen precies dezelfde lijn. Er is een nieuw variant van het virus, die heeft zijn weg gevonden in de mens. Heel veel virussen beginnen eigenlijk in dieren en moeten zich dus dan vervolgens aanpassen en heel veel mutaties aangaan, voordat het dus dan ook aanslaat bij de mens, zodat het virus dan in de mens kan overleven. Toen kreeg je dan een pandemie, omdat niemand enige vorm van immuniteit heeft voor die specifieke infectieziekte. Niemand heeft die immuniteit en dan moet er dus immuniteit worden opgebouwd. En die immuniteit kan op twee manieren worden opgebouwd. Of je komt zelf in aanraking met het pathogeen. Dus je wordt ziek. Of je wordt niet ziek, maar lichtelijk ziek. En je maakt dus dan antistoffen aan. En dan heb je een soort van antistoffen-database in je lichaam. Voor de volgende keer, als je dus dan weer in contact komt, dat je dan niet ziek wordt of minder ernstig ziek. Of je maakt die antistoffen kunstmatig aan. En dat is dus dan met vaccins. Dus met vaccin vertel je het lichaam van, als je dit tegenkomt, moet je opruimen. Zegt hij, oké. Okay. Dus dan komt op een gegeven moment het virus, wat eigenlijk vastzit aan deze post-it. En dan zegt hij, hey, jou ken ik. Jou moest ik opruimen. En zo werken dus vaccins. Vervolgens bouw je een immuniteit op. En virussen die blijven dus de stand steeds muteren en zich lichtelijk aanpassen. Want de meeste virussen die willen je niet dood hebben. Het SARS-CoV-2-virus wilt jou niet doodmaken. Het influenza-virus wilt jou niet doodmaken. Want als het jou doodmaakt, dan kan hij zich niet meer verspreiden. Want het virus heeft baat aan een levend persoon. De mensen die ook overleden bijvoorbeeld vervolgens aan COVID, was niet vanwege het virus, maar was vanwege een overreactie van het immuunsysteem, van het eigen lichaam, op het virus. En dan kreeg bijvoorbeeld orgaanfalen. Daarna, dus eerst heb je dan een piek in de pandemie. En dan hebben steeds meer en meer mensen hebben een vorm van immuniteit. En wat virussen vaak doen, is dat ze dan vervolgens een seizoensgebonden karakter krijgen. Zoals je dat dus ziet met influenza. En de influenza's die we nu oplopen, zijn allemaal de nakomelingen van dezelfde influenza die dus de Spaanse griep had veroorzaakt. Ja. En dat zien we dus nu ook met COVID. En daarom wordt het COVID-19 vaccin dus ook in het najaar aangeboden aan mensen samen met de griepprik. Dus mensen die dan kwetsbaar zijn, die krijgen dan een griepprik aangeboden, seizoensgebonden, elk jaar. En COVID dus ook. Dus COVID heeft gewoon precies dezelfde patroon gevolgd. En dat was ook te voorspellen, omdat we dat in het verleden ook al hebben gezien. Dat het dezelfde route nam. Ja, maar COVID was toch als eerste ontdekt ergens in de jaren 60, toch? Was het toch niet dat het pas in 2020 toch... Nee, het SARS... 2019. Dus kort, COVID-19 is dus dan het ziektebeeld, is de ziekte. Ja. Maar het pathogeen wat dan de ziekte veroorzaakt is het SARS-CoV-virus, het coronavirus. En we hebben honderden, anders wel niet duizenden typen aan coronavirussen. Ja. Maar niet alle coronavirussen word je heel erg ziek van. Of komen in de mens voor. Of komen eigenlijk alleen maar in de dieren voor. Dus qua bestrijding, wat je dan hebt, want hoe je dat dan het beste bestrijdt, is dat als je weet van oké, we krijgen dus een nieuwe infectieziekte. En de bevolkingsimmuniteit is nul, die is non-existent. Dus die moeten we dus dan gaan opbouwen. En die kun je op twee manieren opbouwen. Of door dat mensen dus de infectie oplopen. Of doordat mensen dan het vaccin nemen. En op die manier bouw je dan de immuniteit in de samenleving op. Nou, iedereen is ook mee doodgegooid toen met het woord kudde-immuniteit. En dan bescherm je dan de samenleving. Dus ja, net zoals we elk jaar weer een griepgolf hebben, hebben we ook elk jaar een COVID-golf. Maar ook voor de mensen die dit straks meekijken en bijvoorbeeld kinderen hebben thuis,
Die weten ook dat meestal in de eerste 2 weken van het schooljaar na de zomervakantie de meeste snotneuzen op een gegeven moment rondlopen. En de meeste mensen ook ziek worden. Omdat mensen weer bij elkaar komen, er is weer een nieuw seizoen. Temperatuur is anders, want de temperatuur buiten, dus of het warm is of koud, winter of herfst, de luchtvochtigheid in de omgeving, is ook heel erg belangrijk voor het drijven van een infectieziekte. Maar is dat niet normaal dan dat je dan bijvoorbeeld gewoon in zo'n omgeving terechtkomt? Ik bedoel, als je eenmaal ziek wordt, zorgt het er wel voor dat je dus er sterker uitkomt ook, hè? Ja, sommige mensen komen er niet sterker uit, want er zijn mensen die zijn gewoon wat kwetsbaarder. Zijn kwetsbaarder, zoals je zegt, bijvoorbeeld stress staat bekend omdat het je immuunsysteem onderdrukt. Roken is slecht voor je immuunsysteem. Ongezonde voeding. Als je al een hele hoge ontstekingsfactor in je lichaam hebt, dus mensen met heel veel buikvet, die hebben gewoon hogere ontstekingsfactoren in hun lichaam. Mensen die oud zijn, die fragiel zijn, mensen met kanker, mensen met auto-immuunziektes, die zijn allemaal toch een stuk gevoeliger voor infectieziekten. Maar we kunnen nooit de mens scheiden van virus of bacterie. Want hier kom je ook met het kip of het ei verhaal. Van wie was er eerst op aarde? Was het de mens? Of waren het de pathogenen? Want het moment dat je wordt geboren, word je meteen gekoloniseerd door bacterie. En de eerste bacterie die jou koloniseren, zijn de bacteriën van je moeder. Ja. En je hebt al die bacteriën nodig. Die heb je nodig voor je huid. Die heb je nodig in je darmen om je eten te kunnen verteren. Maar en we dragen ook virussen bij ons. Maar bepaalde virussen doen ons gewoon niks. En de meeste bacteriën, die doen ons ook niks. Totdat je bijvoorbeeld een keer heel erg ziek wordt. En op een gegeven moment heb je dan heb je op een gegeven moment last van je darmen. Of heb je last van een schimmelinfectie in de mond. Omdat het dus dan een disbalans ontstaat in het microbioom. En wij mensen leven nou eenmaal op aarde als onderdeel van het gehele ecosysteem. Dus we delen deze planeet met dieren, met planten, met bomen, met inorganisch materiaal. Denk aan aarde of aan rotsen of aan water. En daar zitten ook gewoon andere levende wezens in, met wie wij samenleven. Alleen wat wij verkeerd doen, is onze leefstijl. Wij wonen in hele grote flats. We wonen met heel veel mensen op elkaar. We zitten constant op elkaar, net als kuddes. En we leven ook in omgevingen die niet bepaald gezond zijn voor ons. Bijvoorbeeld in Qatar, niemand liep. Je moet letterlijk voor alles de auto pakken. In Amsterdam heb ik geen auto. Maar in Qatar moest ik een auto hebben, want je kan niet even naar de supermarkt lopen. Want als je naar de supermarkt wil, dan moet je naar zo'n hypermarket gaan. En die hypermarket, daar heb je de auto voor nodig om erheen te gaan. Als je geen auto hebt, ja, dan moet je steeds overal heen uberen. Omdat er ook geen degelijk, hoe zeg je dat, public transport, openbaar vervoer hebt. Ja. En dat verstoort dus ook de dynamieken, waardoor het dan wat makkelijker is om steeds uitbraakjes te hebben. En dat is trouwens ook de reden waarom de Braziliaanse overheid het verboden heeft gesteld om nog antropologische expedities te doen naar stammen die nog niet ontdekt zijn in de Amazone. De enige reden daarvoor is, wij dragen heel veel bacteriën en virussen die we over de tijd hebben verworven en immuun voor zijn geworden. En de inheemse stammen in het Amazonegebied, die compleet geïsoleerd waren van de rest van de wereld, die hebben dat niet. En omdat er wel eens expedities werden gedaan, en puur en alleen het feit dat zo'n wetenschapper die dan het Amazonegebied inging, zijn t-shirt gaf aan iemand van die stam, dat die persoon die dat shirt droeg, vervolgens ziek werd en overleed. Ja. Aan de bacteriën die wij ons op onze huid hebben, ons helemaal niks doet, maar anderen die daar de immuniteit niet voor hebben, dodelijk was. Ja, nee, dat stukje begrijp ik wel. Maar om even terug te gaan bijvoorbeeld naar COVID-19 bijvoorbeeld. Maar was dat dan wel echt zo ik bedoel, want dat is eigenlijk de eerste vraag die ik sowieso in het begin eigenlijk al stelde, van was het wel echt zo
zo gevaarlijk als het naar buiten wordt gebracht. Want kijk, als je naar het grotere plaatje gaat kijken, dan praat ik echt voornamelijk over mezelf. Maar ik was iemand die, en daar ben ik gewoon eerlijk over, ik geloofde er niet in. En dat was voor mij al, ik heb nooit meegedaan met iets. Ik was toen destijds ook gewoon in Marokko. En als ik op straat, ik deed ook niet mee aan mondkapjes en zo. Tenzij het echt moest, als ik moest reizen of zo. En ik kon er niet aan ontkomen. Want ik vond de logica erachter vond ik ook al helemaal niet kloppen. Ik dacht van, je moet juist zuurstof hebben om een goede gezondheid te hebben. In plaats van je eigen koolstofdioxide constant in te ademen. Mm. Maar buitenom, er zijn gewoon een heleboel zaken. Als je gewoon doet, zijn natuurlijk, er spelen een heleboel factoren. En ja. Daar heb ik gewoon altijd twijfels over gehad. Vooral als ik bijvoorbeeld kijk, je had het in het begin over dat je werkt voor de WHO. Ja, ik bedoel, als je daar een beetje wat dieper onderzoek in doet, dan zijn het ook niet een van de liefste organisaties. En die hebben ook hele grote fouten gemaakt. Maar buitenom dat, je gaf ook aan van dat het dus een... de wereld werkt ook op een kapitalistische manier. En alles is vaak met allerlei belangen. En daar krijg ik altijd vaak heel veel twijfels over. En dan vooral ook als ik dit zie, bijvoorbeeld voor 2019 waren er gewoon heel veel problemen. Mm. En met COVID is dat zo een beetje... Vooral een beetje eigenlijk weggedoekt op een of andere manier. Dat je het op een gegeven moment gewoon... Want wij vergeten ook heel snel. Ja. Ja. Dus, daarom vind ik die pandemie zie ik ook wel als een zegening. Omdat het ons weer scherp heeft gesteld. Van, ja, er zijn wel veel mensen wakker geworden. Ja, absoluut. Ja. In wat voor wereld leven we eigenlijk? Wat is belangrijk? Hoe reageren we op dingen? Daarom ben ik ook de fractie van Denk enorm dankbaar dat ze mij dus die job hadden aangenomen. Omdat ik als wetenschapper kwam echt uit de academische bubbel waarin idealiter alles volgens de wetenschap gaat. En op een gegeven moment werd ik dus geconfronteerd met de realiteit. En de realiteit was dat er wordt dan gezegd, we hebben wetenschap hoog in het vaandel. Maar er spelen dan zoveel belangen, ik kon daar niet meer tegen opbotsen. Of ik kon het wel. Maar wie ben ik? Ik ben maar een of ander jublier uit Amsterdam-Zuid. Wat moet je naar mij luisteren? En daarnaast, om heel eerlijk te zijn, ben ik en een Marokkaan, en een vrouw, en een moslim. Ik noem mezelf de triple burden. Het is ook niet bepaald het karakter waar mainstream naar luistert of naar gevraagd wordt om advies. En dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment ervoor heb gekozen om als zelfstandig wetenschapper te gaan werken. Want ik was echt zo van, nee man, jij gaat niet mijn wetenschappelijke integriteit hier op het spel zetten, omdat de minister iets wil, of omdat hij het op die manier wil, of omdat er stakeholders zijn, of er gaat geld in de ronde. Kijk, geld is belangrijk. Kapitalisme hebben we nodig. Maar je hebt van, met alles moet je dus met mate en moet je dus dan wel gebalanceerd houden. Alleen mij kun je niet, Nederland als land, politiek Nederland, ministerie van Volksgezondheid in Nederland, kan mij niet meer wijsmaken dat zij de wetenschap volgen. Omdat ik directe aanraking met ze heb gehad en directe conflicten. En ik van heel dichtbij, dus echt in de Tweede Kamer, heb meegemaakt van het gaat niet om wetenschap. Het gaat om eigen belang en wanneer er een wetenschapper is of er is ergens een wetenschappelijk onderbouwd statement wat ze kunnen gebruiken ten goede van zichzelf, dan wordt dat ingezet. En dat tast ook het vertrouwen in de wetenschap in het algemeen aan. Dat tast ook het vertrouwen van mensen in wetenschappers zelf. Dus ik heb ook heel veel backlash gekregen. Ik had heel veel last van haatberichten, van anticampagne, scheldpartijen. Het zei op Clubhouse, in mijn DM, op LinkedIn, op Twitter, op Instagram. Ik heb echt heel veel bagger over mij heen gehad. Okay. Alleen maar simpel op het feit dat ik dokter ben in de infectieziektebestrijding. En ik een podium heb gekregen waarin je dus dat kruispunt hebt van wetenschap met politiek. En iedereen zat heel hoog in zijn emotie, zat heel erg op de ideologie. En er waren gewoon heel veel actoren die daar niet in meehielpen. Want dan moet je dan je logica en je ratio opzetten tegen populisme, tegen paniek, tegen angst.
En die wint altijd. En in het begin deed ik nog wel de moeite om het aan mensen uit te leggen van hoe werkt het en wat is het. En dan merkte ik wel van dat mensen dus dan wat rustiger werden. Dus je had het bijvoorbeeld over mondneusmaskers en mondkapjes. Mijn advies was destijds, zoals ik weet hoe mondneusmaskers zijn ontwikkeld en zijn getest en worden ingezet, is dat als je een mondneusmasker, als jij hem draagt, beschermt het je bijna niet tegen ziektes van buiten. Het functioneert als spatbord. Dus je moet het gewoon zien als een blaadje wat voor je mond staat. En dat is een operatie gewoon. En het is een spatbord, ja. Dus het functioneert als spatbord om al je speeksel bij je te houden. En dat is waarom chirurgen het dragen. Niet om zichzelf te beschermen, maar om de patiënt. Ja, om de patiënt te beschermen. Maar de patiënt die krijgt op de operatietafel geen mondkapje op, toch? Dat zou raar zijn, ja. Dus het mondkapje is ervoor dat als jij een infectieziekte bij je draagt, dat jij al je troep bij je houdt. Ja. Daarom draagt de chirurg een masker om al zijn spatten bij zich te houden. Dus ik heb tot op de dag van vandaag, wanneer ik een luchtweginfectie heb, ik ben dus ziek en ik ga naar buiten, ik wil andere mensen niet ziek maken, dan heb ik een mondneusmasker. Dan draag ik een masker, omdat ik denk van, ik ben degene die, ik moet naar de FOMAR om mijn melk te halen. Ik moet. Ik woon alleen, ik kan niet iemand anders sturen om voor mij die boodschappen te doen. Ik bedoel, als je hem even op hebt of zo, dan zou ik het nog wel even. Daar zit er nog wel een bepaalde logica in. Maar als we daar wat dieper op ingaan en als we zeggen van bijvoorbeeld, er zijn mensen die hebben de hele dag al. Weet je, dan zit je bijvoorbeeld, heb je een vlucht van 7 of 8 uur. Of dan zit je de hele dag met zo'n mondkapje. Dat is niet gezond. Dat ademt ook gewoon niet lekker. Maar daarnaast, het is een luchtoverdraagbare aandoeningen. En vliegtuigen die hebben dus ventilatiesystemen. Dus dan het lucht van boven komt en dat duwt het dus naar beneden. En dan heb je twee vormen ventilatiesysteem. Je hebt dus dan recirculair. Dus dat het lucht wat binnen zit, blijft binnen. Nou, iedereen kent het ook wel misschien. Van in de auto heb je zo'n knopje met de auto. Dat betekent dat de lucht in de auto blijft. Dus dan adem je oude lucht. Nou, niet oude lucht. Je ademt vervuild lucht weer in. En dan verhoog je dus dan de infectietransmissie. Of je hebt dus dat je het oude lucht dan afvoert. En de nieuwe lucht wat binnenkomt is verse lucht. En daar zitten geen infectieuze partikelen in. Maar het probleem was toen destijds, waarom ze ervoor hadden gekozen, bijvoorbeeld in Marokko of in vliegtuigen, dat iedereen een mondkapje moest dragen, is omdat je dus ook besmettelijk was als je asymptomatisch was. Dus je draagt het virus bij je, maar je weet niet dat je het draagt. Maar goed, dat is dan weer een paniekreactie en dat is dan ook weer een keus. Van iedereen was een soort van guilty until proven innocent. Ja. Dus je was guilty totdat je een negatieve PCR-test liet zien. Je was guilty totdat je een vaccin liet zien. Je was guilty totdat je dan een mondmasker ging dragen. Dus dat werd de aanpak. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk niet dat onze samenleving of degene die de besluiten nemen, vooral politiek niveau, en als we dan naar Nederland kijken, dat we worden gerund door een stelletje, groep clowns eigenlijk, dat zij het beter zouden doen. Ja, maar weet je waar ik ook een beetje probleem mee had, Sherif, eerlijk gezegd? Want kijk, als je inderdaad kijkt naar het wat grotere plaatje, dan denk je van, er zijn een heleboel zaken buitenom de virussen of de pandemie die dan was geweest. En dan denk ik van, plotseling uit het niets zijn ze zo bezorgd om ons. En dan willen ze ons allemaal gaan beschermen. En dan komen ze met allerlei vaccinaties op een gegeven moment daarna. En dan moet je het doen, want het is een collectief iets wat je zou... Ja, dan krijg je verwaarlozing. Het is neglect followed by panic. Ja, daar krijg ik gewoon vraagtekens bij. Want dan ga ik kijken naar andere zaken. En dan denk ik van, daar gaat het helemaal niet goed. En die zijn veel erger. Daar moet verbetering in komen. Maar zo werken wij. Ja. De mensheid die functioneert echt op de waan van de dag. En wat je op dat moment bezigt. En meestal wanneer er paniek ontstaat over een bepaald fenomeen. Dan ga je... Kijk, paniek is een extreme. En als je aan de ene... Het is gewoon natuurkunde. Op elke actie
is een gelijkwaardige tegenreactie. Is een gelijke en omgekeerde tegenreactie. Dus als je paniek krijgt, wat moet de tegenreactie zijn? Wat is het compleet tegenovergestelde van paniek? Complete verwaarlozing. Ja. Waardoor ik begrijp dat mensen zeggen van, maar het was toch gevaarlijk. En mensen kwamen op de IC terecht en ouderen die stierven daaraan. En mensen ontwikkelen long-covid, wat ook een serieuze chronische ziekte is. Omdat covid zelf zorgt niet alleen maar voor een luchtweginfectie, maar het zorgt echt voor een systemische infectie door het hele lichaam heen. Waardoor mensen dan een soort van brain fog krijgen, extreme vermoeidheid, problemen aan hun organen. Dus het is niet alleen maar een infectieziekte dat zich richt tot je longen. Dus daarom heb je ook personen die lijden aan long-covid, die voelen zich ook verwaarloosd. Die zeggen van, hé, wij hebben toch een infectieziekte opgelopen, waaruit blijkt dat het ook de rest van je lichaam aantast. En nu is het op een gegeven moment niet meer belangrijk. Ja, maar was het dan niet, Sharif, ook van, ja, dat ik had wat statistieken toen destijds bekeken, maar ik ken ze niet 1, 2 opnoemen. Maar ik herinner me nog wel dat het wel echt gewoon minder dodelijk was dan influenza, als je het zou bekijken op dingen. Het influenza stond op 2% volgens mij toen, dat kan dan kloppen. Mm-hmm. En COVID was volgens mij, die zat er echt ver onder of zo. Dat was 0,5 of zo. Ja. Want dat is het probleem waar ik mee heb. Kijk, ik kan begrijpen dat het voor de ouderen natuurlijk zeker wel, daar is de kans natuurlijk veel groter. Die zijn ouder, die zijn wat zwakker, die hebben een zwakker immuunsysteem. En ja, dat begrijp ik, weet je. Maar, ja, maar ouderen kunnen ook heel makkelijk doodgaan aan een heupbreuk. 80% van de ouderen heupbreuk oplopen, sterft daaraan. Of zal ik je een leuk verhaal vertellen over mijn opa? Ja. Dus dat was tijdens de pandemie, tijdens de corona. Was mijn opa, die was... Hij was 67 of 68 jaar. En hij was tijdens de waddle was hij in de douche gevallen. En hij had al hele slechte knieën. Dus ik weet niet wat er was gebeurd. Maar hij had ook al problemen in zijn grote aderen. En hij slikte allerlei soorten medicatie ervoor ook. Maar ze waren heel angstig. Zij waren echt heel angstig over corona en noem het maar op. Dus omdat hij daar was gevallen, moest hij dus eigenlijk naar de ziekenhuis toe. Maar de ziekenhuis die had allerlei van die procedures meegekregen vanuit de overheid. En daar kreeg ik echt nog meer vragen tegen. Dus ik denk van, wat is hier aan de hand, weet je? Mm. Wat gebeurde er? Dus hij mocht niet naar de kliniek toe. Mm-hmm. Pas toen hij moest eerst een PCR-test gaan doen. Ja. En als het blijkt dat je dus positief test op die op COVID, mocht je daar niet eens naar binnen, dan mochten ze je niet helpen. Dus dan moest je dus naar de soort van IC in Marokko, dan dus naar de... Naar de overheidsziekenhuis. En dan moest je daar op de IC zitten. En pas als je genezen was van de COVID, dan pas kon je, konden ze dus eigenlijk het andere probleem. Dat is ridicuul. Ja, hij is overleden. Ja, aan zijn. Hij heeft dat gebroken, of niet? Ja zijn aderen die was waarschijnlijk... Er kwam geen bloed meer naar beneden in een van zijn benen. Dat was volgens mij zijn linkerbeen. Dat was tijdens dat val, maar hij had al problemen met... Zie je dan hoe schadelijk, dan is het niet het virus, is niet het probleem. Ja, maar weet je wat ze hebben opgeschreven op zijn dingen? Hij is overleden aan COVID. Ja. Ewa. Het is makkelijker. Maar dat is makkelijker. Sorry dat ik het zo zeg. Mm. Als je dan opschrijft van hij is overleden omdat hem zorg is ontnomen... Ja. Moest je een hele procedurele... Hij was uiteindelijk overleden. Eigenlijk normaal gesproken zou ik denken aan een hartaanval. Als er geen bloed meer doorloopt in een van je benen, dan denk ik dat het 7 liter bloed hier... Ik denk altijd een beetje in logica. Weet je, komt er te veel bloed in waarschijnlijk in je hart. En dan, je het weet, is het afgelopen. Maar wat je dan krijgt is dat... Het paarse krokodilverhaal. Hmm. Je krijgt procedures, administratieve procedures of regeltjes die dan van boven worden opgelegd. Dus van boven bedoel ik mensen die tussen vier muren inzitten, die werken voor de Rijksoverheid, die moeten allemaal regeltjes opstellen en dat worden ze dan vervolgens opgedwongen in de zorg. Dus wat je krijgt is dat een minister of een beleidsmaker of een burgemeester, die gaat dus dan op de stoel van de arts zitten. Hmm. Maar op dat moment, wat er met jouw opa Largemo is gebeurd, is... Mensen raken helemaal verstoord. Ze zijn meer bezig met de procedures volgen in plaats van de patiënt die binnenkomt te benaderen en vanuit een klinisch beeld. Meneer is gevallen. Oké, hij is dan misschien positief getest,
Maar goed, dan zet hem gewoon in een aparte kamer, maar hij moet gewoon behandeld worden. En dit soort beleid wordt heel vaak dus... het gebeurt gewoon te vaak, niet alleen maar met COVID. Er zijn gewoon te veel van die regels die niet aansluiten bij de praktijk. Waardoor bijvoorbeeld in Nederland in de zorg klaagt iedereen over administratieve last. Van mijn huisarts die klaagt dat ze 1 dag in de week alleen maar bezig is met administratie voor zorgverzekeringen. Zegt ze, ja, maar natuurlijk krijg je dus dan druk. En ze krijgt niet betaald daarvoor. Daarnaast is mijn huisarts niet ervoor geschoold om als administratief medewerker te werk te gaan. Dus al die administratieve regels die we dus dan opstellen, die komen ergens vandaan, komen vanuit beleid, komen vanuit politiek. En het rijmt niet met wat er in de werkelijkheid gebeurt. En dat is wat ik nu ook met mijn huidige werk ervaar, is alles wat door al die academisch geschoolde mensen binnen de muren van Rijksoverheid wordt bedacht, wordt gezien als, oh ja, weet je, in hun oren klinkt het heel logisch en het is het praktisch en het is het goed. En iemand die kan zelfs promotie maken en het schoppen tot afdelingshoofd of weet ik veel, directeur-generaal. Hmm. Omdat het echt zo'n een eureka moment heeft gehad, terwijl het in de realiteit een complete flop is. Hmm. En het helemaal niet past bij de realiteit. En als het dan vervolgens een interventie of een beleid niet aanslaat, wie krijgt dan de schuld? De burger. Maar jullie hebben niet opgelet. En jullie hebben dit niet gedaan. En jullie hebben dat niet gedaan. En jullie hebben je niet laten vaccineren. En jullie hebben je niet aan de rechts gehouden. En jullie hebben geen social distancing gehouden. Dus het ligt allemaal aan jullie. Er is geen moment van reflectie van, maar wacht eens even. Jij bent de zender. Jij moet de informatie overdragen. Jij hebt als minister, je grondwettelijke taak is dat je verantwoordelijk bent voor de volksgezondheid en het beschermen van je populatie. Daarbij hoort dus ook dat je dan beleid doorvoert wat degelijk is, wat past in de praktijk, in de realiteit. En dat geldt niet alleen maar voor beleid. Ik merk het ook bij collega-wetenschappers in hoe ze hun methodes opstellen of hun hypotheses of hoe ze bepaalde vraagstukken benaderen. Helemaal vanuit hun eigen theoretische bubbel, omdat ik soms zeg, wacht. Stop. Waar heb je het over? Ben je ooit wel eens buiten geweest? Heb je ooit wel eens met mensen gesproken? Mm. Bijvoorbeeld een van de domste dingen die ik in Nederland tegenkom, en ik vind het ook zo verschrikkelijk dat ik heel vaak die vraag moet stellen, is de vraag, welke taal spreken Marokkanen in Nederland? Chinees. Blijkbaar. Omdat er allemaal beleidsmatig worden allemaal dingen, interventies ontwikkeld. En we moeten dit doen, of we moeten dat doen. Of dan zijn er wetenschappers die zeggen van, ja, en dan in het onderzoek, dat gaan we dan omzetten in informatiemateriaal. En dat gaan we helemaal afstellen op de doelpopulatie. En er was iemand, deze ga ik nooit meer. Deze heeft me zo hoofdpijn gegeven dat ik gewoon ibuprofen 600 milligram moest nemen. En ik overdrijf niet. Letterlijk kreeg ik hoofdpijn. En die deden dus een onderzoek naar vaccinatiebereidheid, dus HPV-vaccinatiebereidheid, onder Marokkaanse en Turkse jongeren tussen de 12 en de 16. Mm. En dat waren jongens. En dan gaan we dus dan deze studie doen. En vervolgens gaan we dus dan educatiemateriaal maken. Afgestemd dan op die groep. En we gaan ze ook benaderen in hun eigen taal. Toen was ik van, welke taal spreken Marokkaanse en Turkse jongens tussen de 12 en de 16 in Nederland? Ik heb alleen maar met die vraag, zonder ze dan te vertellen dat hun hele opzet en wat ze hebben bedacht, wat perfect leek op papier, waar ze geld voor hebben gekregen vanuit de Europese Unie. Of niet vanuit de Europese Unie, vanuit de Europese Commissie. Dus dan zelfs dat hebben gefinancierd gekregen voor het verminderen van gezondheidsverschillen in verschillende bevolkingsgroepen binnen Europa. En dan weet je niet eens welke taal ze spreken en je ervan uitgaat dat ze Arabisch spreken. Ik van 1. Marokkanen spreken geen Arabisch. Ze spreken of een van de Temmezigtanen, of ze spreken Darija. 2. De meeste Marokkanen in Nederland kunnen het ook niet lezen. Ze kunnen en geen Temmezigt lezen in schrift, en ze kunnen geen Fosha lezen. Van en 3. Je hebt het hier over jongens tussen de 12 en de 16. Dat is gewoon derde generatie. Ja. Dat had mijn kind kunnen zijn. Dat is gewoon derde generatie. Die spreken gewoon Nederlands.
ging er niet in. Subhanallah. En dat is een soort van een blinde vlek zonder gewoon even een moment te nemen, wat ik zei, dus wat bij jouw opa is gebeurd in het ziekenhuis, gewoon even een stap terug te nemen en denken van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want als je dit verhaal voorlegt aan wie dan ook, randomly die je daar tegenkomt in op Marqala of in, weet je, of in Medina al-Qadima of Tanja, en je vertelt hem dit verhaal, die zal zeggen van, sorry maar, dat slaat nergens op. Maar als je het vertelt aan de mensen die bij het ministerie zitten, in de Rabat, en die regels hebben opgesteld, die vinden daar wel een of andere vorm van logica in. Want zij hebben het doorgevoerd. En daar gaat het elke keer steeds mis. En zagen we dus dan ook, sinds de COVID-pandemie, dat politiek en beleid, wetenschap en gewoon de Jan Alleman te ver van elkaar gingen staan. En ze spreken elkaars taal niet. Ze begrijpen elkaars leefwerelden niet. En dan krijg je storing. Ja. Ja, dat is zeker, ik begrijp het. Hey, hoe sta jij in dan bijvoorbeeld met vaccinatie dan eigenlijk zelf? Want je ziet nu bijvoorbeeld met de verkiezingen, Trump is nu de 47ste president van Amerika uiteindelijk geworden. Mm-hmm. Maar ik denk dat je misschien Kennedy Jr., die ken je wel, want die zet zich heel erg in voor de gezondheid. Hoe sta jij daar over? Want ik heb ook natuurlijk, ik zeg niet dat alle vaccinaties slecht zijn, maar ik heb wel altijd. Ja, maar kijk, mijn filosofie is meer van ik geloof in Allah. Want ik denk niet dat ik denk de beste technologische en stuk wat je eigenlijk hebt meegekregen is je lichaam, die kan zich genezen van allerlei soorten infecties, virussen en noem het maar op. Ja. Als je alleen maar weet hoe je ermee moet omgaan. Dus, niet, ja. Maar Allah heeft ons ook leelm gegeven. 100%, ja. Allah heeft ook gezegd dat voor elke ziekte er ook een medicijn is. 100%, ja. En hij heeft ons ook preventieve maatregelen gegeven. Bijvoorbeeld, Ahd al-Rasul alayhi salam, als er een uitbraak was, gaf profeet Mohammed alayhi salam gaf toen ook de orde om in quarantaine te gaan, om niet te reizen. Ja, dat woord komt zelfs daar vandaan, heb ik gehoord. Dus, vanuit het Arabische. Dat kan. Quarantaine. Ja, ja, ja. Oh, oké, dan heb ik iets nieuws geleerd. Ja. Maar toen was er ook al een sterk begrip van hoe werken infectieziektes en welke maatregelen moet je nemen. En de internationale ulema, de consensus onder de ulema, dan ben ik dan vooral bekend met de fatwas vanuit Al-Azhar in Cairo, is dat het onze islamitische plicht is om ook maatregelen te nemen. Dus bind eerst je kameel vast en vertrouw dan op Allah dat hij niet wegloopt. Ja. Dus je kan ook niet stellen van, God gaat alles voor mij regelen. Ja, maar als jij je kameel niet vastbindt en je zegt, als het miktab is, dan loopt mijn kameel weg, maar je bindt hem niet vast, natuurlijk loopt hij weg. Dus vanuit het religieus perspectief wordt ons aangemoedigd om preventieve maatregelen te nemen. Ja, maar ik heb het ook daarover, ja. Dus gewoon echt een gezond, vooral een gezonde leefstijl. Maar ook vooral als je het... ik ben de laatste tijd ook heel veel aan het verdiepen in het stukje vasten. Dus dan heb je het watervasten, maar je hebt ook het vasten zonder water ook nu. Vasten, ja. Wat gewoon, als je inderdaad kijkt van wat het precies met het lichaam ook doet, vooral het stukje autofagie. Dat vind ik heel interessant. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben nu sinds afgelopen 3 jaar echt... dus heel streng, dus echt een goede voorbereiding aan het doen. En dat ik dus wel echt oppas met wat ik eet en dat ik goed beweeg. En zoals je zegt, lopen is ook een hele belangrijke proces. Maar er zijn een heleboel factoren natuurlijk waar je rekening mee moet houden. Maar vooral het stukje met het vasten ook. Dus ik zie dat meer echt als een soort van onderhoud, weet je. Dus als je zegt van, 1 keer in de 3 maanden doe ik even een 72 uur vasten. Ja. Er gebeurt zoveel wonderbaarlijke dingen tijdens dat proces. Ja, en maar dan even terug dan, want het ging dus dan om vaccins. En waar ik dus dan heen wil gaan is, vaccinaties is een onderdeel van de zegeningen van de wetenschap en van de helm die we hebben gekregen van Sidrapi.
Ja, ik geloof best wel dat er vaccinaties zijn die wel gewoon goed hun werk doen. Maar ik geloof ook wel heel erg sterk dat er heel veel vaccinaties zitten die hele andere belangen hebben. Begrijp je? Dat is ik denk misschien niet zozeer het vaccin waar je het over hebt, die mogelijk andere belangen hebben, maar de stakeholders. Ja. Dus degene die ze op de markt zetten en hoe ze dus dan worden gebruikt. Oh ja, ik heb het over hun ook uiteindelijk. Uiteindelijk zijn zij degene die het in de markt brengen. Ja, maar we hebben dankzij vaccins. Zoals Bill Gates, die heeft niet zo'n fijne naam meer, denk ik. Nee? Bill Gates, onder andere. Ja, maar dat is dan weer een andere discussie. Maar als we dan kijken naar wat vaccins hebben gedaan. Wij gaan nu bijvoorbeeld in Marokko. Niet zo heel lang geleden werden kinderen niet ouder dan 5 jaar. Werden heel veel kinderen niet ouder dan 5 jaar. Omdat ze overleden aan infectieziektes waarbij we dus nu tegenwoordig gevaccineerd. Ze overleden aan kinkhoest, overleden aan mazelen. En sinds Marokko, ik weet niet, in mijn hoofd, ergens in de jaren 80 dus een nationale campagne een mazelenvaccinatie heeft ingevoerd. En ook echt diep driftgebergte en atlasgebergte in zijn gegaan, is de kindersterftecijfer drastisch gedaald. Ja. Polio is bijna een soort van uitgeroeid. Bokken zijn uitgeroeid. Dankzij massavaccinatie. En trouwens, leuk feitje over de pokken. De eerste grote massavaccinatie van de pokken was in een islamitisch rijk. Was in het Ottomaanse Rijk. En het Ottomaanse Rijk was ook het allereerste rijk in de geschiedenis dat je een vaccinatiebewijs gaf. Dat als je niet... Maar toen was het niet een vaccin zodat te kennen met een prik, want die technologie was toen nog niet zo ver ontwikkeld. Maar dan kreeg je dan een snee onder je huid en dan werd een beetje wat van dat... van de pokkenvloeistof erin gedaan. En dan was je een dag of twee ziek, want dan had je koorts. Koorts is normaal, want het is dan je immuunsysteem is aan het werk, die reageert daarop. En alleen dus dan met dat vaccincertificaat mocht je dus dan binnen het Ottomaanse Rijk reizen. Omdat de Ottomanen zeiden van, ja maar weet je, dan ga je naar Mekka toe of ga je naar Tunesië toe. En dan ga je andere mensen ziek maken. Hetzelfde dus met polio. En voor al die vaccins komen de fatwa-raden komen bij elkaar. En die worden dus ook geconsuleerd. Bijvoorbeeld een van de fatwas die ik dan, de analyses daarvan die ik semi uit mijn hoofd ken, was toen de fatwa-raad van Al-Azhar bij elkaar kwam voor poliovaccin. Een poliovaccinatie. En toen heeft de Grand Mufti van Al-Azhar heeft toen ook gesteld van dat het juist een zonde is als je een maatregel hebt, een goed werkend medicijn of interventie die je kind beschermt tegen ziekte of tegen sterfte, want van polio raak je dus, kun je ook verlamd raken, en je geeft het niet aan je kind en je kind wordt ziek, dan bega je een hele grote zonde. Okay. Omdat je hebt een preventieve maatregel gekregen. En die werkt. Waardoor er dus een fatwa kwam, een aanmoedigende fatwa van het Al-Azhar, om dus poliovaccins in de MENA-regio uit te zetten. En dat dus dan iedereen vervolgens wordt gevaccineerd. En we zien het nu in Gaza, dat weer polio-uitbraken zijn. En de kinderen straks allemaal verlamd zijn en doodgaan. En die mensen die staan in de rij om hun kinderen te redden. En al die vaccins... Nou, voor polio is, of het voor mazelen is, of voor kinkhoest, of difterie. Daarvan is allemaal bewezen dat ze supergoed werken. In Amsterdam hadden we dat, ik weet niet meer zo uit mijn hoofd, maar iets. Ik heb eigenlijk, weet je wat het is? Ik heb die cijfers altijd ergens klaarstaan, dus ik weet ze niet uit mijn hoofd. Maar in Amsterdam, voor de Tweede Wereldoorlog, nee, dat was toen voor de Eerste Wereldoorlog, stierven er heel veel kinderen aan difterie. En op een gegeven moment kwam het difterievaccin op de markt. En had je dus dan toen de GGNGD, er stonden er hele rijen daarvoor. Omdat mensen dus hun kinderen wouden vaccineren. Want ze zagen dat hun kinderen dus doodgingen aan difterie. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in Nederland, was het vaccinatiesysteem dus ingestort. Mensen leefden in armoede, honger, onhygiënische omstandigheden. En dan zie je dus ook als je naar het Nationaal Archief gaat, of het archief in Amsterdam, de Vijzelgracht, en dan kun je gewoon al die documenten opvragen. Dan zie je op een gegeven moment dat in de piek van de Tweede Wereldoorlog, dus 43, 44, 45, er duizenden mensen waren overleden aan difterie. En toen de oorlog voorbij was,
was het weer weg. Waarom? Want de leefcondities werden beter. En alle vaccinatieprogramma's konden weer opnieuw opstarten, omdat Nederland niet midden in een oorlog zat. Wat betreft RFK, RFK is gewoon een hardcore antivax. Hij gelooft in complottheorieën en onzin over bijvoorbeeld dat je autisme krijgt van mazelen. Dat is al zo vaak gedebunked. Er is zoveel onderzoek naar gedaan waaruit blijkt dat je geen autisme krijgt van een vaccin. Vooral omdat wij nu ook weten dat autisme is, ik zit zelf op het autisme spectrum, dus ik zeg dan ook altijd, de bedrading in mijn hoofd loopt anders. En de bedrading in je hersenen ontwikkelt zich in de baarmoeder. En er is geen relatie daartussen. Maar omdat het zo hard leeft, en om een of andere reden, ja, ook al kom ik dan, heb ik ook, ik kom dan met bewijs, ik laat het zien, ik leg het uit, en ik van, het is bewezen dat het geen autisme veroorzaakt. En die publicatie is toen ook ingetrokken. Toen ook gezegd van, die publicatie is gewoon fout. Die statistieken zijn gewoon fout. Zijn er toch mensen die daar graag in willen geloven. En dat moet ze vooral doen. Je bent helemaal vrij om zelf te bepalen of je je kinderen wel of niet vaccineert. Maar dan denk ik elke keer weer aan de fatwa van de Grand Mufti van Al-Azhar. Dat je een hele grote zonde begaat dat als jouw kind of je maakt andermans kind ziek, terwijl er een goed werkend medicijn bestaat. Ja, nee, dat stukje begrijp ik wel. Maar ik bedoel, je kan toch ook wel begrijpen van ja, dat iemand ook wel, bijvoorbeeld een ouder, wel er goed over nadenkt. Of die inderdaad wel zo'n grote zonde in ieder geval wel begaat in eerste instantie. Vooral als je kijkt waar de informatie vandaan komt. Ik bedoel, veel mensen hebben niet echt meer vertrouwen in de overheid. Vooral de mainstream, de mainstream kanalen waar informatie vandaan komt. Ik kan wel begrijpen dat mensen daar twijfels over krijgen. Ja, en als je vooral altijd wel, ik doe dat, heb jij ook wel eens, dat maak je ook wel nog wel eens vaak mee, weet je. Dus als je iets anders roept, dan word je vaak nog wel eens even weggezet als een, misschien iemand die niet. Ik word dan, laat ik het zeggen, de gevestigde orde, die zet me eerder weg als een soort van hoofdpijnzaak. Of wat ik dan heb gehoord vanuit VWS, is dat ik het een beetje moeilijk maak. Maar dan denk ik van, maar dat is wat wetenschappers doen. Wetenschappers hebben als primaire taak om constant uit te zoeken dat alles wat we weten of dat nog wel klopt en nog wel aan de orde is. Dat is wat wij constant doen. En wat we ook constant doen, is elkaars hypotheses proberen neer te halen. Van, oh, jij hebt een nieuwe theorie ontwikkeld. Jij zegt, hij is ook heel goed. Weet je wat, ik ga hem toetsen. Ik ga zelf kijken of hij wel klopt. En daar publiceer je dus dan vervolgens over. Dus mensen die daar moeite mee hebben, die weten dan niet wat wetenschap inhoudt. Bijvoorbeeld, iemand maakte recent is alweer een half jaar geleden. Er was een dame in mijn netwerk en zij zei tegen mij, ik vertrouw de wetenschap niet. Toen zei ik, oké, waarom niet? Toen zei ze van, vroeger was roken niet slecht en nu opeens is het wel slecht. Dus hoe zit dat? En zei ze van, en daarom vertrouw ik het niet. Ik van, je begrijpt niet hoe wetenschap werkt, want je krijgt niet, als je vandaag een sigaret rookt, morgen al kanker. Ja, dat gaat hele lange, daar gaat decennia overheen. En wat heeft de wetenschap gedaan toen sigaretten op de markt kwamen? Daar heb je ook advertenties van vroeger, van sigaretten roken is cool, het is gezond, want je bent aan het ademhalen, je bent aan het inhaleren. Zo werd het gemarket door Marlboro. Maar dat is wel echt, dat is wel gelijk, want nicotine is niet slecht voor je, toch? Nicotine? Ja. Ik ken mensen die een gevaar worden voor de samenleving bij nicotinetekort. Ja, buitenom dat. Maar ik heb gehoord dat het proces zelf wat er gebeurt, het schijnt dus dat het niet echt slecht voor je is, nicotine. Dat het juist wel goede werking heeft, vooral bij focus en concentratie. Dat is een uitspraak van een andere professor, Andrew Huberman. Dat kan. In dat gebied heb ik geen kennis. Maar wat ik wel kan stellen is, wat heeft wetenschap gedaan? Is door te volgen van, wat doet roken?
En op een gegeven moment zag ze van, oké, mensen gaan op een gegeven moment door roken slechter ademen of krijgen dus dan problemen. Ja, maar vooral het stukje wat ze dan zei. Er zitten een heleboel stoffen erin die gewoon niet goed zijn. Ja. Hoor. Maar ik heb het echt alleen over nicotine. Maar dus op een gegeven moment, dus toen die dame zei van, ik vertrouw wetenschap niet en vanwege het stuk sigaretten. Dus van, hoe weten wij dat je kanker krijgt van roken en dat roken slecht voor je is? Dat weten we dankzij decennia lang aan wetenschappelijk onderzoek. En dat is dan niet onderzoek bij 1 of 2 personen, maar dat is gewoon bij miljoenen personen gedaan, waardoor op een gegeven moment de internationale consensus is ontstaan, roken is slecht, roken veroorzaakt kanker. En er is niemand die tegen je zal zeggen, nee, maar roken is goed hoor. Net zoals dat iedereen weet dat overgewicht hebben slecht voor je is. Daar bestaat ook geen discussie over. Tenzij je strandt op een onbewoond eiland, dan heb je een hogere overlevingskans als je overgewicht hebt. Maar dat is dan een ander verhaal. Ja, maar dat is dan toch ook eigenlijk met vaccinaties dan eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ik bedoel, als je vooral kijkt dan met in 2020 waren ze dus al heel gauw snel op een vaccinatie gekomen. Ik weet niet eens meer hoe lang het duurde. Volgens mij was het dan na een klein jaartje of zo. Nee, maar dat komt niet. De basis was er al. De mRNA-techniek was er al. Oké, die was er al. De mRNA-techniek was er al. Er is toch een gold standard of zo waar ze aan houden, van dus dat ze bepaalde klinische onderzoeken moeten gaan doen. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Alleen in die korte tijd is dat gedaan. Wat is het verschil met de pandemie? Wel gedaan? Wat is het verschil met de pandemie? Wat heeft het laten zien? Dat als je maar genoeg tijd, als je maar genoeg geld hebt, en je maakt de procedures makkelijker, dus het is makkelijker om clinical trials op te zetten, en je hebt al een basis aan kennis, want zoals ik al zei, want we hadden al vaccinontwikkeling voor MERS-CoV. Ja. Dus het coronavirus uit in het Midden-Oosten. Toen in 2012. Zo toen, Ja, toen waren ze ook aan het denken over het annuleren van Hajj, want er zouden mogelijk mega-uitbraken komen. Maar de Saudi-autoriteiten hadden dat excellent aangepakt. Samen met Johns Hopkins University uit de VS hadden ze dat heel goed aangepakt. Oh, jee. Waardoor die uitbraak nooit is ontstaan. Maar omdat MERS had geen hoog risico. Het werd ook niet sterk geagendeerd. Het leefde bij mensen niet. Dus als je dan ook om financiering gaat vragen voor het ontwikkelen van, voor het verder ontwikkelen van het vaccin of voor de trials, dan was het er niet en werden de procedures moeilijker. Maar omdat we en de basis al hadden vanuit de ontwikkeling van het MERS-vaccin en we hadden ook al de basiskennis over hoe je dus moet werken met mRNA-technologie en opeens was het mogelijk om minder administratieve last te hebben, om de procedures te vergemakkelijken, hadden we dus gezien dat we dus in 1 jaar het een en ander dus konden testen en konden ontwikkelen. Maar dat was dan ook echt voor het eerst dan, hè? Want dat was nog nooit eerder zo gegaan. Maar de basis was er. En dat laat dan weer zien dat als je maar genoeg geld vrijmaakt en je maakt de procedures wat minder lastig, makkelijker. Exactly. Dan gaat dat zo. Ik zit dan weer, wat betreft vaccinatie. Ben jij gevaccineerd dan? Ja, ik heb, omdat ik dus tot de kwetsbare groep behoor, heb ik, even kijken, wat is het? Een week geleden heb ik mijn coronavaccin gehaald, omdat het seizoensgebonden is. En een week daarvoor heb ik mijn influenza prik gehaald. Want ik word elk jaar ziek, ik behoor tot de kwetsbare populatie. En ik denk van, nou, het is een seizoensgebonden infectieziekte. Ik ben ook zelfstandige. Dus als ik ziek ben, kan ik niet werken. Als ik niet werk, heb ik geen inkomen. Ik word ook echt altijd ziek wanneer ik het allerdrukst heb met werk. En ik haat ziek zijn. Ja, ja. Ja, nee, ik denk dat we verschillende meningen hebben, hoor. Maar ik denk dat dat niet voldoende is voor deze aflevering. Ik denk dat we zo houden. Maar dat mag ook. Die meningen mag er ook gewoon zijn. Ja. Zoals ik ook aan het begin van de aflevering. Maar ik respecteer je mening, dus dat ik wanneer. Insgelijks. Meningen mogen er altijd zijn. Maar als je een waardevolle discussie wil hebben, doe het dan wel op basis van feiten. Zeker. Je mag ook altijd kritiek hebben, maar kritiek moet niet uit de onderbuik komen. Ja, moet wel onderbouwd zijn. Moet wel onderbouwd zijn. En het is ook goed als we constant worden uitgedaagd. Daarom zei ik ook tegen, het was nog dan niet in de opname toen je me vroeg van, zijn er bepaalde onderwerpen of vragen waar je dus dan wel of niet over hebt? Zei ik tegen je van, wees maar lekker streng. Je mag mij aan de tand voelen. Ja. Want ik ontwikkel ook mijn eigen bubbel. Ik ontwikkel ook op een gegeven moment mijn eigen tunnelvisie. En ik moet ook constant uitgedaagd worden en weten van,
Wat leeft er in de gemeenschap, in de samenleving? Waar zitten mensen mee? Wat vinden zij belangrijk? Want ik bekijk het continu vanuit een wetenschappelijke bril. Want op een gegeven moment, je wordt ook gewoon je baan. Je wordt ook gewoon je beroep. En er is ook een reden waarom ik voor het beroep heb gekozen. Ja. Waardoor je dan soms ook gewoon die feeling met de samenleving compleet kwijtraakt. Het enige waar ik niet zo heel goed mee kan omgaan. En dat is dat geleerden tegenwoordig worden niet meer gerespecteerd. Ja. Dus dan heb je een geleerde, die zit dan tegenover een TikTokker. Ja. En die TikTokker die gaat het opnemen tegen de geleerde. En omdat hij dus misschien verbaal sterker is, beter in spoken word en engagement. Want anders had die TikTokker of die Instagram influencer niet zoveel engagement en veel volgers. Ja, die heeft hij twee video's gezien en weet hij het beter dan de geleerde zelf. Ja, maar dat zien wij op heel veel gebieden. We zien het ook dat er islamitische theologen zijn die heel veel weerstand krijgen. Als ik dan bijvoorbeeld aan mensen vertel van dat de Grand Mufti van Al-Azhar samen met zijn fatwa-raad de fatwa heeft uitgegeven voor poliovaccin, maar iemand is antivax, ja, maar die sheikh is gewoon omgekocht. Ja, maar die sheikh die weet niet waar hij het over heeft. Dan denk ik van, waar is ook het respect gebleven voor de geleerden? En dat is ook iets waarvan ik dan ook als advies wil geven. Van, je hoeft niet naar mij te luisteren. Maar luister dan wel naar wat onze dien ons leert. En die stelt ons ook verantwoordelijk voor dat je je informatie wel van de juiste bronnen moet halen. En dat je niet mee moet gaan met fitna. En dat er heel veel fitna-saaiers zijn online. Er zijn gewoon fitnessaiers. Ja. En die kunnen het allemaal zo mooi en goed verpakken. Zij spreken de taal. Zij hebben de communicatievaardigheden en het vocabulaire van de mens. Dus van het algemene volk. Wat academici niet hebben. Omdat we dan niet hebben geleerd om op die manier te communiceren. Ja, ja. En ons geloof die stelt ons daar ook verantwoordelijk voor. Van wie neem je die informatie over? En deel je die informatie? Want als iets fake news is, als het schade brengt aan de samenleving, aan de cohesie die we hebben in de umma of in de samenleving waarin wij ons bevinden. En jij ontzettend een char had ik een ma'luma li ghati. Oh! Fa'antasaya. Ja. Dus ook daarin moeten we denken van, ook als je iets ziet, wees dan wat voorzichtiger. Als je dan zegt van, ik heb deze helm niet, ik kan het niet beoordelen, ga het dan niet doorsturen. Ja. Anders draag je bij aan het verspreiden van fake news. Klopt. Dus je moet jezelf goed inlezen en goed onderbouwen als je iets... Maar niet alleen dat. Het is ook oké om gewoon dingen niet te weten. Nou, je kan ook niet alles weten. Ik ben ook niet iemand die graag alles wil weten. Maar ik wil alleen dingen weten waar ik interesse in heb. En dingen waar ik geen interesse in heb, daar wil ik liever naar iemand luisteren die daar wel weer interesse in heeft. Dus ik denk dat ze... Maar we leven in een tijd inderdaad, wat je zegt, je hebt gelijk. Iedereen weet van alles en iedereen kan over alles praten. En het zijn allerlei geleerden en imams en noem het maar op. En helaas is dit de realiteit. We leven ook in een tijd waar zoveel informatie beschikbaar is. Dus dat is ook een probleem. Dus je weet vaak niet 1, 2 wat de waarheid meer is. Dat heet een infodemic. Infodemic, ja. Dat is goed gezegd. Dus dat heet een infodemic. Je raakt letterlijk overspoeld, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ja, klopt. Klopt. Ja. En je niet meer het kaf van het koren kan scheiden. En ja, dan gaat het wel eens verkeerd. Maar politici hebben precies hetzelfde. Die worden ook helemaal overspoeld. Ja. Mediaredacties worden ook helemaal overspoeld. Hoe vaak heb ik dan niet een journalist aan de telefoon gehad die dan zegt van, ik begrijp, ik heb dit begrepen en die andere die zegt dat. Sharifa, hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik merk het ook gewoon bij journalisten. Dan moeten we ook credits aangeven. Degene die echt gewoon degelijk zijn werk doet, echt met onderzoeksjournalistiek, die raadpleegt dan meerdere bronnen. En die komt dus van, maar dit, en dat doet mij heel goed. Als wanneer een journalist me belt en vertelt van, die persoon die stelt dat, of dat is dus dan gepubliceerd. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Een voorbeeld was, vorig jaar had Rita Verdonk een opmerking gemaakt over dat bepaalde wijken in Den Haag, zoals de Schilderswijk,
dat de kindervaccinatiegraad daar heel laag ligt. En dat komt dus vanwege de afkomst van de mensen. Dus dat omdat het Marokkanen zijn, vaccineren zij niet. En toen was ik één tweet had ik eruit gegooid. En toen had ik getweet van Marokkanen, Marokko, van de mazelen vaccinatiegraad in Marokko is 99%. Daar kan het RIVM alleen maar van dromen. Boom! Alle mediaredacties die vingen het op. Was op één vandaag, was op Radio 1, het Algemeen Dagblad. Op een gegeven moment waren er allemaal, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, Marokko vaccinatiegraad, mazelen 99%. Waarom bij ons niet? Ja. Mensen waren in shock. Dat zelfs één vandaag ze een artikel toen hadden gemaakt, toen ook dat ik op de radio was, van islam promoot vaccinatie. Want ik had het toen over die fatwas. Mensen van de redactie, hun brein ontplofte. Want als ze het woord fatwa horen, denken ze aan Salman Rushdie. Hmm. Denken ze niet aan iets wat ten goede komt van de samenleving. Ja, klopt. En toen, wat gebeurde er, was wel weer een positief effect. Dat op een gegeven moment zoveel personen in de media het hadden opgepakt, dat het elke keer als het ging over laag vaccinatiegraad of migranten of weet ik veel, en was toen een debat in de Tweede Kamer, was toen Van Ooyen, was toen staatssecretaris van VWS, die letterlijk zei, toen hij werd geïnterrumpeerd, zo van, ja, maar de vaccinatiegraden in landen zoals Marokko ligt veel hoger dan hier, dus het ligt niet aan hun afkomst. Toen was ik van, yes! Impact! Het wordt opgepikt. En ik zag dan ook op een gegeven moment ook dat er dan, bijvoorbeeld op C. Mokro, dat er dan een Instagram post was. En dan ging ik dus dan door de reacties scrollen. En dat er iemand zegt, ja, maar die Marokkanen die vaccineren niet. En dat iemand random, ik ken die persoon niet, maar zie ik dan in een Instagram naam. En dan staat van, wat praat je onzin? In Marokko is de vaccinatiegraad 99%. En dat, dat is dan ook weer de positieve kant van mainstream media en de impact die het kan hebben. Maar waarom denk ik dat dat zo'n goede impact heeft? Is het was kraakhelder, op feit gebaseerd, want die journalist die nam niet zomaar mijn woorden over. Van nou, weet je de data? Hier heb je de data van UNICEF, hier heb je de data van de WHO en hier heb je de data van Rabat zelf. Ja. En alles staat heel netjes verwerkt. En als je daaraan twijfelt, ja, maar dan moet je de minister gaan bellen. Ja, ja. Maar ik volg je. Ik begrijp je. Sharifa, ik weet dat je een druk agenda hebt nog vandaag. En het was een eer om je te hebben gesproken. Het was leuk. En ik waardeer je mening, je informatie. En ik denk dat we nog vele gesprekken samen kunnen voeren. En ik vond het vanuit mijn kant in ieder geval zeker leerzaam en gezellig. Dus, en het is ook wel weer even een leuke reflectie op de 2 jaar pandemie. Ja. En ook voor de mensen die dus dan dit straks gaan terugkijken op YouTube of via een andere kanaal, via Spotify terugluisteren. Toen ik zei, COVID was voor mij geweldig. Mm. Voor mij was het geweldig. Maar er zijn heel veel mensen hebben hun business verloren, zijn bankroet gegaan, faillissementen, armoede. Mensen zijn hun families verloren. Ja. Hele families zijn ontwricht. Mensen die hun geliefdes niet in Marokko konden begraven of niet afscheid hadden kunnen nemen in het ziekenhuis. Het was een verschrikkelijke periode. Dus alsjeblieft, toen ik eerder zei dat ik het als een fijne periode heb ervaren, is het echt vanuit mijn luxe positie als jonge, gezonde vrouw die gewoon tot haar recht kon komen op professioneel niveau. Maar dat betekent niet dat ik de ernst van de pandemie niet heb ingezien of inzie. Of dat ik geen sympathie heb met al die mensen die letterlijk hun levens zijn verloren. Dus ik dacht van, ik wil dit nog wel even als laatste afsluitende disclaimer toevoegen. Ja, maar ik denk dat het wel duidelijk was. Je hebt uiteindelijk wel, dan moeten mensen wel doorluisteren. Hè? En dan luisteren van wat je hebt gezegd, want het was een hele nieuwe ervaring voor jou. Dus, maar ik begrijp je volledig. Sharifa, nogmaals hartstikke bedankt. En ik zie je graag de volgende keer in onze studio. En ik wens je volgende week ook een fijne vakantie in Marokko. Dank je. Geniet ervan en succes met wat je doet. En veel sterkte. Super. Het is niet makkelijk, ik weet het. Het is een zware beroep. Maar het was gezellig, het was leuk. En de kijkers moeten niet vergeten om de video te liken. En vergeet niet te abonneren, dat is een knopje hier beneden.
En tot de volgende keer, inshallah. Dankjewel, Jamel. Zeker. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum.